En dan gaan we naar Aonang. Sas, de grote droom komt eindelijk uit. Met laat ons in de steek. Hou goed je telefoon vast, hè? Oh ja. Nee. En we gaan naar de Hong Island. Voelt een beetje als de Costa del Sol hier. Welkom bij een nieuwe vlog. We zijn op de airport van Bangkok en we reizen vandaag naar Krabi. Met vliegtuig dus. En dan gaan we naar Aonang. Met Sassy is er ook weer bij, onze reiskneus. En we gaan allemaal leuke dingen doen. We gaan eerst daarheen vliegen en dan zien we jullie straks wel weer. We zijn in Krabi. Sas, de imposter backpacker, is er ook bij. Sas voelt zich de hele tijd een imposter. Wat is dat een Nederlands woord? Ja, een bedrieger. Een bedrieger. Een bedrieger. Hoor ik er niet bij, maar ja. Moet ik erbij horen. Nou, we zijn uit het vliegveld gewandeld en we wachten nu op onze Grab die ons naar ons hotel gaat brengen. En die zij komt eraan. We zijn ingecheckt in ons hotel in Aonang. Daar is onze kamer. Heel erg chill. Kijk, lekker zwembadje. We gaan heel even chillen hier. Dan gaan we lekker lunchen en dan gaan we naar het strand. Proost! IJsproost! We hebben net geluncht en we lopen nu naar het strand. Want we gaan met een bootje naar een ander strand. Naar Riley Beach. Voelt een beetje als de Costa del Sol hier. Kijk. Ja. Gewoon mooie, ja, vooral door deze stoep eigenlijk. Dat er gewoon überhaupt een stoep is zonder dat de riolering eronder loopt. Dat je over de riolering moet heen stappen. En het viel me op dat er heel veel olifantenrietjes worden aangeboden. Wow, ik dacht echt van jij schrok ook, jij schrok ook. En de kleine katjes. Er worden hier even foto's van Janna bekeken. Terwijl we hier aan het wachten zijn op de boot naar Riley Beach. In de boot, maar we kunnen straks elkaar niet meer verstaan, want de motoren hier zijn gemaakt van automotoren en die maken nogal wat lawaai. Welkom op Riley Beach, echt mooi, hè? Ja, echt. Maar wij gaan naar een ander strandje eerst, toch? We lopen van West Riley Beach nu naar Oost Riley Beach. En dan gaan we daarna weer naar een andere beach. Om het makkelijk te maken. Maar we lopen dus nu bij Riley. En er zijn superveel restaurantjes. Hadden we totaal niet verwacht. We dachten eigenlijk dat het hier gewoon best wel... dat er eigenlijk niks was. Wij zijn dus net gewoon met onze voeten door het natte water gegaan. Bootje uitgeklommen. En deze mensen die... Laat zich gewoon ophalen met de trekker uit het water vandaan. Slim. Ja. We hebben ook naar een speeltuin. Wauw, dat is cool. Ik zie ik alle mooie omgevingen. Goed je telefoon vast, hè? Met die gaat er vandoor. We zijn ineens in een grot. We zijn even Sas aan het uitleggen hoe stalagmieten en stalagmieten werken. Ja. Hoewel, dit noemen we een stalagmiet. Ik noem het een... Dat lijkt er wel heel erg op, hè? Ja. Ook dit nog, hè? Dit puntje. Plastraatje. Voorhuisje. Sas, de grote droom komt eindelijk uit. Een biertje drinken met de reisneuzen in de zee. We lopen weer terug over het apenpad.
We proberen met de laatste schrik. Met heeft de waterfles in zijn hand. Apies, waar zijn jullie? Ik heb een banaantje voor jullie. Nou, ik ben dus heel trots op mezelf dat ik niet ben vergeten te filmen tijdens het eten. Sas heeft lekker partij. Hele lekker, hè? Heel lekker. En ik heb heerlijke massaman curry. Mijn favoriet. We zitten in een soort van lokaal restaurantje wat ik random gevonden had. Wat blijkbaar heel populair is. Want we moesten wachten voordat we konden zitten. Goedemorgen, blauwe lucht vanuit Ao Nam in Thailand. Ik zal jullie even laten zien waar wij slapen. Hier is het zwembad. En hier is onze kamer. We slapen in de family room, want we zijn natuurlijk een kleine family nu. Twee grote bedden. Stinkt hier naar riool? Nee, grapje. Wel. Hier liggen wat spullen en hier is de badkamer waar iemand net een vies poepje in gedaan heeft. Wat gaan we doen vandaag, jongens? Boottocht, eilandhoppen. Nou, we hebben een boot gescoord en twee nieuwe Nederlandse vrienden. Zeg hallo tegen Leroy en Belinda. Hallo. En we gaan naar de Hong Island. Dus na lange beraad hebben we besloten. We zijn begonnen aan de klim naar het viewpoint. Drie kwartier klimmen. En het is een lekkere 13 graden, dus dat is lekker. Niet dus. We zijn er. We zijn er. 45 minuten omhoog lopen. Ongeveer. Ja. Pak een beet. Ik geef hier een beetje getallen enzovoort. Dat, ja, iedereen geeft daar zijn eigen interpretatie aan. Dus iemand heeft 45 minuten opgezet. Dat was misschien 12 of zo. Nog niet eens, denk Nog ik. Niet eens. We zijn terug bij de pier en wij zaten ons bootje te zoeken. Kijk, er zijn inmiddels echt heel veel bootjes. En dus wij zoeken waar die man was. Maar ja, blijkbaar moet je dat daar laten omroepen. Maar volgens mij komt hij eraan. We zijn bij de volgende stop, Lading Beach. Mooie palmbomen. Zoals oppassen onder palmbomen, hè? Want die kokosnoten kunnen op je hoofdje vallen. Ja. Mijn hoofd die is heel... Oh ja, jouw groot. Grote hoofd wint sowieso van de kokosnoot. Ja. Kan je erin? Ja, kom. Jij lag echt dat er apen waren, hè? Ja, dan lopen daar wel wat grote jongetjes bij. Oh, oh. Smet. Supermooi strand. Alleen een beetje veel boten. We gaan weer terug, maar de kapitein is zoek. Oh jee. We hebben deze keer wel de boot gevonden, maar geen zonder kapitein. Bier aan het drinken.
Nou, we zijn net terug van de eilandentour en het is keihard gaan regenen, dus we waren net op tijd terug. Ja, we hebben vandaag dus de Hong Island Tour gedaan met een zogenaamde privéboot. Maar er stonden daar twee Nederlanders en die hoorden ons praten over de Hong Island. En zeiden, oh, willen jullie ook daarheen? Nou, we kunnen wel een bootje delen. En dat was voor ons eigenlijk nog beter, want je betaalt gewoon een vaste prijs voor die boot. En doordat er twee mensen bij waren, betaalden we minder. Dus dat was top. Ja, dus we waren ongeveer 45 minuutjes varen naar het eerste eiland. Eigenlijk begonnen we eigenlijk wel met het leukste misschien. Ja. De Hong Island. Zelf, ja. Daar was een super chill strand, super mooi blauw water en super mooie omgeving. Kon ook wat drankjes en eten halen daar. En hoe lang zijn we eigenlijk langer daar geweest? Ja, best wel lang. We zijn bij die eerste best wel lang geweest. Ja. Toen gingen we een stukje varen, gingen we naar Blue Lagoon. Of Hong Lagoon, ik weet eigenlijk niet eens hoe het heet. Ja. En dat was ook mooi. En toen nog naar twee andere strandjes, was ook mooi. Ja, die waren wat kleiner en dan die allereerste. Maar ook super mooi. Ieder eiland had weer iets anders moois. Ja. En we zijn echt wel een dagje zoek mee geweest. Ja, dus, was heel leuk. Goede keuze geweest. Ja, zeker een goede keuze. En Sas is een beetje verbrand. Ik ben enorm verbrand. Ik heb me vanochtend ingesmeerd, maar dat heeft niet geholpen. Heeft niet geholpen. Nee. En nu gaan we even naar het stadje. Gaan we wat eten. We gaan een massage doen. We gaan een beetje winkelen en vervoer voor morgen regelen. Ja. Liefjes, die zijn 1000. Die achter zitten, die bruine. 500. Rechtsonder staat het nummertjes. Zie je? Okay. Dus even opletten, de achterste zijn 27. En hoe werkt dat dan? Dan geef je dit gewoon aan iemand en die geeft jou dan geld terug. Nou, werkt dat? Hopelijk wel. Het ligt eraan hoeveel je geeft. Maar... Matt laat ons in de steek. Dus, en hij regelt eigenlijk altijd geld. Dus nu moet ik even uitleggen hoe het allemaal werkt. Al een jaar lang doet Matt altijd al het geld. Ik doe nooit iets met geld. Behalve geld overmaken. Ja, geld opmaken. Dus nu sta ik er alleen voor. Nou, Sas, we gaan even shoppen. Kom. Ja. Okay, doei. Doei, liefje. Je wilt uitgeven. Sas en ik gaan lekker massage doen. We zijn op een of andere foodmarkt. Er zijn heel veel prikkels hier. En daarom ben ik dus ook vergeten te filmen voordat we gingen eten. Hier is ons eten. Het viel van ons allemaal binnen. Nou, van mij was het wel lekker, maar een beetje te pittig. Van jou viel een beetje tegen. Ja. En van Sas viel een beetje tegen. Dus. En wat gaan wij nu nog halen? Een crepe met Nutella. Onze laatste ochtend hier. Dus Sas en ik gaan even een ochtendduikje nemen. En dan gaan we ontbijten. En dan gaan we door. Dames en heren. Ik bereid jullie voor op het spektakel van Thailand. De watershow. De Stefkia Watershow dans. We zitten in een heel leuk dingetje. Yeah. Nou, wij zitten nu te wachten op de taxi. Die gaat ons brengen naar de volgende plek, Khao Sok. Dus dit is het einde van de vlog van Ao Nang. Ik vond het echt prachtige natuur, mooie omgeving. Het is echt heel mooi hier. De meeste stranden zijn niet heel erg mooi, sommige zijn wel heel mooi. Maar de omgeving is echt prachtig. Echt. Ja. Van die mooie karstgebergten die dan zo ineens uit het water komen. Echt heel vet. Ja, het was misschien op hier en daar wel toeristisch, maar het viel me eigenlijk nog wel mee. Zeg maar. Ja. Ik hoorde het misschien wel toeristisch. Ja, zeker. Hopelijk vond je het leuk om te zien. Met onze gastvlogger. Ja. En we zien jullie in Khao Sok. Ja. Vergeet niet te liken. En subscribe. Doei. Doeg.